beweging. Beweging tegen. Dat houdt in. Tovik Dibi die wil lijsttrekker worden van GroenLinks, maar hij vindt de slogans van de partij veel te lief. Hoe kan zo'n lieve, timide, zachtaardige politicus als Tovik Dibi nou veranderen in een badass mokro? Dat ga ik dus niet doen. Een stropdas dragen om te passen in het plaatje van de standaard politicus. Badass mokro. Wat voor imago heeft Tovik Dibi? Een beetje ruilschopper, hè? In Nederland een beetje stout is. Hij begon met bam. En dat vind ik wel een hele goeie. Wordt er binnen de GroenLinks-fractie nog een woord gerept over Dibi of laten ze hem links liggen? Hij is een van de bekendste Kamerleden die ze hebben. Dus er is geen enkele reden om te verwachten dat hij binnenkort weggaat of doodgezwegen wordt of wat dan ook. Ik bedoel, hij heeft een heel goed profiel voor de partij. En hij zal dus absoluut op die lijst komen of je nou een lijsttrekker wordt of niet. Meneer De Hond, heeft Tovik Dibi veel draagvlak bij de achterban van GroenLinks? Wat je juist opmerkt is dat prominenten die zich hebben uitgesproken eerder in de richting van SAP gaan. Omdat ze ook een beetje bang zijn dat die tweestrijd de partij nadeel berokkent. Wat is het verschil tussen SAP en Dibi? Nou, SAP is heel degelijk, denk ik. En hij is een beetje, hij is veel geprofileerder. Ik bedoel, hij valt veel meer op. Ja, omdat hij Marokkaan is, en omdat hij jong is. Ja, ik bedoel, dat is gewoon... Maar dat gaat dus heel erg over uiterlijkheden eigenlijk. En ja, Jolande SAP had ook Kamerlid van de PvdA kunnen zijn als je er ziet lopen. Ken je deze politicus? Nee. Heb je nooit gehoord van Tovik Dibi? Nee, ik ben niet zo slim. Koffie Dibi of zoiets? Koffie Dibi. Ja. En wat vindt u van zijn nieuwe slogan? Wat is het? Bam of zo? Bam! Ik denk als je af wil van de lieve slogans, dan moet je wel meteen komen met de slogans die je wel wil doen. Dus je zal wel een totaal uitgewerkt plan moeten hebben. Hij moet echt naar een kledingadviseur. Beter nadenken over zijn boodschap. En hij moet ook beter nadenken over hoe je het uitdraagt. Bam! Wat voor tips kunt u geven aan Tovik Dibi? Op het moment dat jij de keuze maakt om jouw lijsttrekker aan te vallen, in de zin van ik wil jouw positie hebben, dan moet je heel duidelijk maken aan iedereen, wat is nou het verschil als ik de baas ben van die partij en zij nu de baas is. En dat zal je heel duidelijk en hard moeten formuleren. Vindt u het een mooie foto? Zou u deze foto willen hebben? Nee, neem hem weer mee.